courgetti, oftewel een spaghetti van courgette. Dunne reepjes. We gebruiken ongeveer 1 per persoon. Het is een, als het ware, een spaghettivervanger. Die gebruiken we als groente. Je kan het wokken, je kan het bakken, je kan er alles mee doen. We hebben hier een Spirelli-snijder, oftewel kan het in de winkel kopen een sliertesnijder. De kopjes snijden we van de courgette af en we doen als het ware gewoon heel makkelijk reepjes ervan snijden. Zie je, dan krijg je hele mooie, gelijkmatige, dunne sliertjes. En als je die in 2 kleuren doet, dan krijg je gewoon een prachtig gerecht. Kijk eens eventjes, heel mooi dun gesneden. Ik zie u al denken, ja, ik heb zo'n ding niet in huis, gaan we het simpeler houden. Pakken gewoon de courgette erbij. Nou, iedereen heeft vast wel een dun schilletje in huis of een kaasschaaf. We leggen de courgette plat op de plank en we gaan gewoon dunne plakjes snijden. Dunne, gelijkmatige plakjes. Heel rustig, we hebben geen haast. En dan gaan we hem als het ware de courgette pellen. Zodra ik op het zaad kom, dat zie je hier ook, ga ik hem omdraaien. Dan ga ik verder met de dunne plakjes snijden. En dan echt het binnenste of het zaadwerk gebruiken we ook daadwerkelijk weer in de saus of in de soep. Nou, als we die plakjes zo hadden hebben, dan leg je ze plat op de snijplank. Dunne reepjes met het mes en je duim weer achter de wijsvinger. En dan snij je heel voorzichtig eigenlijk de dunne reepjes zo, in de schaal. En moet je eens eventjes kijken, hele mooie gelijkmatige reepjes. Je kan ze bakken, wokken. In salade is het lekker met een klein stukje lime, citroen, een beetje pesto. Volgens mij gaat het goed komen. Bedankt en tot de volgende keer.